Zelf al in de eerste bocht tijdens links, medium. En dan direct gevolgd door de rechtse, daar gaat de kunde goed door. 500 meter bergop hier, van 6%. Je hebt veel supporters, hè? Ja, ja, maar toch heel vol. Speedbump. Dat is een goede tempo, Tosje, dat is goed zo. Al de bochten die er niet aankomen, tot een kilometer aan een stuk hier, kunnen overal goed vol door, geen enkel probleem. 13e tijd, Tosje, dat is niet zo slecht, jongen. Dat is goed tempo. Hè. Als je geen schrik hebben, dan komt het goed allemaal. Het is nooit plat, hè? Nee, dus het is zo'n tijd met de Ford. Ook van de poeder had hij, denk ik, niet te veel willen. Ja. Deze mannen die voor de geel trui ben, ja, Van Aert, Alaphilippe. Van Aert is wel een parcours van Van Aert, denk ik. Ja. Van de poeder ook eens met de Ford. Maar zelfs. Als Tosh die er niet vol voor gaat, die moet eigenlijk wel niet treuzelen ook, hè? Ah, nee, nee, maar die mag niet treuzelen, dat is een blind uit. Je moet gewoon een goed tempo rijden, een goed strak tempo. Omdat die hier echt op zijn gemak rijdt in de Tour, dan zeggen ze 500%, ja, dat klopt, maar dat is niet genoeg. Hallo, hallo, avec un nouveau meilleur temps à l'arrivée, celui de Sweeney, dans un temps de 33 minutes et 53 secondes. 33 minutes et 53 secondes. Tu as entendu? Sweeney, 34 met name. Ik ga niet meer toekomen. Je ziet voor je terug, lichtlopend omhoog. Hoi. Berg op wat? Ik denk als je zo aan het afzien bent, ja. Lichtlopend. Je kunt hier overal goed door, maar misschien een beetje opletten dat het wat natter wordt. Je moet geen risico meer pakken hier. Ja, de Gent zien. Oh, dan begint het later te regenen, dan kan ik. Huh?